Welkom bij Gastropedia TV. Ik ben Dennis van der Belt van Landgoed Hotel Het Rode Koper. Ik sta in de keuken van Essen en hier ga ik een gerecht maken met tartin van spruiten, bokenbrui van het en bechamel saus met blauwschimmelkaas. Voor de bokenbrui heb ik bouillon van het gemaakt. Hier komt bij boekweitmeel. Wat vetspek en rommelkruid. Rommelkruid is een, zijn allerlei kruiden bij elkaar. Onder andere zoethout, peper, wat anijs, kaneel. Dat is dan vermalen. Dat is eigenlijk heel bekend om in balkenbrei te doen. Ik heb hier mijn eigen mengsel voor gemaakt. Wat pittig. Dus dat is een beetje de kant welke ik op wil. Onderwel heb ik al de karamel op staan voor de tartin. Tartin van spruiten. Ik heb wat geblancheerde spruiten. Ik ga zo meteen karamel ga ik in een pannetje doen. Dat doe ik zo voor. Maar ik maak eerst de balkenbrei. Voor de balkenbrei heb ik het vocht kokend. Heb ik wat vetspek. De hettebouillon heb ik aan de kook. Dan snij ik van wat vetspek wat blokjes om dat later toe te voegen. Ja, dit is van het Baanbrugse big. Het is verder ingelegd in zout met wat thyme en rozemarijn. En dan lekker laten rusten. Voor de balkenbrei ga ik nu de boekweitmeel doe ik bij de bouillon. En dit ga ik zeg maar garen totdat het een mooie massa wordt. Dan doe ik het rommelkruid erdoor. Nu blijven we hem eigenlijk garen totdat hij echt mooi uit de pan loskomt. Ik heb voor de karamel eigenlijk alleen een beetje suiker in de pan gedaan en dit laat ik karamelliseren. En dan blus ik hem zo meteen af met een klein beetje witte wijnazijn. Ik wil in mijn tartin een klein frisje hebben. Oké, de balkenbrei is zo goed. Gas uit. Dan op het laatst doen we de vetspek er doorheen. En dan storten we hem op een plateautje en dan doen we hem een klein beetje plat maken. Je kan het ook in een bakblik doen, dan heb je wat grotere stukken om te bakken. Maar ik vind het mooi om het wat platter te houden en dan steek ik het uit en dan kan het straks mooi op mijn tartin. Voor de doen we een papiertje erbovenop en dan drukken we hem mooi uit en dit doen we gewoon terugkoelen. Dan wordt hij nog steviger en dan kunnen we hem straks zo mooi oppakken. Okay, nu is hij mooi uitgestreken en ik ga hem in de koeling leggen. De karamel is nu mooi gekleurd. Deze blus ik af met een klein beetje azijn. En dan leggen we de spruitjes met de gesneden kant naar beneden. De tartin wordt straks omgedraaid. En dan zie je mooi de nerfjes van de spruiten aan de bovenkant zitten. Ik leg hem helemaal vol het pannetje. Als hij helemaal vol ligt. Dan doen we een plakje bladerdeeg erop. En dan kan die in de oven voor om en nabij de 17, 18 minuten op 200 graden.
Welkom bij Martin van Essen Exclusieve Keukens. Voor de saus onder de tartare ga ik bechamel maken. Dit doen we met boter. Okay, voor de bechamel heb ik de boter gesmolten. Hier doe ik de bloembei in. Doe er, na de gorgonzola doe ik er de volle melk bij. Dan, als het zo gaat binden, hebben we zo meteen een mooie saus. Op het rode koper werken we, doe ik veel met tartare. Ik vind het een mooi klassiek gerecht. Of in dessert, of ik doe hem bij het hoofdgerecht in het klein. Vaak voor vegetariërs is het ook leuk om een hartige tartare te doen. Nu de bloem zijn werking doet, kunnen we de melk erbij voegen totdat het de juiste dikte is. Voor de als garnituur hebben we nog de spruitjes. Doe ik een beetje de blaadjes in het zoetzuur. Terwijl de pan een klein beetje warmer wordt. Ik heb een klein beetje zonnebloemolie in de pan gedaan om toch genoeg hitte te krijgen om de balkenbrei mooi uit te bakken. Regelmatig omdraaien. We gaan het bord opmaken. Dan doen we een flinke lepel van de bechamel. Hier komt de tartare van op, van de spruiten. En dan bovenop de tartare doen we de gebakken balkenbrei. En als laatste doen we nog een klein beetje met de spruitenblaadjes van de buitenkant van de spruiten afgarneren. Ik heb voor u gemaakt tartare van spruiten met crème bechamel saus van gorgonzola, gebakken balkenbrei. Voor nog meer culinaire filmpjes kijkt u op Gastropedia TV.